God, je lijkt mijn moeder zo. Carly, jij bent burgemeester van een provincieplaats in Nederland. En daar zijn wat spanningen met de allochtone jeugd. Straatroof, relletjes, et cetera. Mm-hmm. En jij hebt besloten om naar die jongens toe te gaan. Ja. Om gewoon eens goed met ze te praten. En je traint die toespraak. Ja. Wat je gaat zeggen en vooral hoe je het gaat zeggen. Ja. Met je voorlichter, Mioen. Jij bent de voorlichter van Carly. Ja. Ja? Ja. Ja. Zo, het is bijna tijd hoor. Kom je erbij? Ja. Zeg, kun je zeggen, wat vind je qua kleding? Is dit, ik dacht, ik kan eventueel, als het goed is, kan ik mijn haar bedekken? Ja, het is, hoewel, dat kan opgevat worden als een provocatie. Waarom? God, je lijkt mijn moeder zo. Echt waar? Ja, het is schattig. Oh, leuk. Oké, nee, ik zal hem gewoon zo houden. Zo houden? Ja. Ja. Wat is dit? Is het een christelijk figuurtje? Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is zou ik zeggen, af. Ja. Ik denk dat het christelijke symbool even misschien niet goed aanvalt. Wat wil je bereiken? Wat ik het liefste wil bereiken is dat er bij de jongens een soort bewustzijn ontstaat dat er wel degelijk begrip is, dat er wel degelijk geluisterd wordt naar hun problemen. Niet dat hun Nee, precies. Maar dat is echt belangrijk dat we dat boven krijgen. Ja. Ze luisteren niet. Je moet gewoon bevelen. Dat klinkt misschien heel raar dat ik dat zeg, maar dat zit eenmaal in die cultuur. Gewoon bevelen. Ga er eens even recht bij staan ook. Ja, even een beetje. Hup, hak in het zand, het publiek is daar. Zo, huppatee. Daar zijn. Ja, zo. Oké. Okay. En praat eens even twee keer zo hard. Hallo? God zeg. Ha, ha, ha. Hallo! Ha, ha, ha. Ik snap niet zo goed waarom ik tegen ze moet schreeuwen. Dat begrijp ik niet zo goed. Dat is heel duidelijk. Zal ik even zitten? Kijk, de Marokkaanse cultuur is een geen discussie- of overlegcultuur, maar een bevelcultuur. De ouders die schreeuwen bevelen. Als een Marokkaanse vader wil dat zijn kind wat doet, bijvoorbeeld maak je huiswerk. Nederlandse ouder zegt, schat Piet, maak even huiswerk als ze wil. Weet je wel? Ja. Marokkaanse vader die pakt zijn schoen en zegt, huiswerk maken nu! Dat moet je begrijpen, dat is de achtergrond. Als je soft bent, word je niet gerespecteerd. Je bent burgemeester, je bent vrouw, dat is sowieso al moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Dat is, ik ben even direct, dat is moeilijk. Ik ga toch mijn haar bedekken. Nee. Ook weer niet te veel aanpassen. Nee. Doe me even gewoon aan de duiken. Hallo! Hallo! Dat is duidelijk, mooi. Oké, wat is je verhaal? Hallo, lieve jongens. Nee. Wij moeten eens een hartig woordje praten met elkaar. Je hoeft niet te schreeuwen, maar je moet gewoon. Ik kom heel ver weg van waar ik voor sta. Kijk, ik zou het ook zo leuk vinden als ik die kids kan duidelijk maken hoe je wel kansen hebt. En dat er ook. Heb je ze wat te bieden of niet? Ga je een soort buurthuis voor ze opzetten of een centrum? Of kom je met een wollig haar? Maar dat is juist wat ik heb. Ik heb een subsidie los kunnen krijgen van. Niet gaan zitten, ben je onderdanig? Tuurlijk. Een buurthuis. Ik heb een buurthuis voor zaterdag, dat de gezinnen. Carly, gewoon ik mag je even. Ik ben vrij direct en vrij bot. Ja, dat betreft ben ik perfect aangepast aan de Nederlandse cultuur. Je zit de hele tijd. Ik bedoel, heb je rugzak op of zo? Recht staan, gewoon recht. Laat die handen zo. Ja, zo. Oké, praat eens zo. Anders kom je zo zenuwachtig over. Zo. En dat, ja, precies. Niet huppelen op de. Nee. Alsjeblieft. Ja, voet. Zo. Duidelijk. Oké, vertel. Wat is je verhaal? Wat wil je bereiken? Wat heb je te bieden? Hallo, beste jongens. Wij gaan een buurthuis openen. Mm-hmm. Waar ook een. Ik vind het moeilijk zo schreeuwen. Ik vind het maar je hoeft niet te schreeuwen. Je hoeft alleen maar duidelijk te praten. Ik speel even de allochtoon. Ja? De probleemjongeren. Ik weet wel wat ik zeggen wil. Ja, luister, ik wil gewoon dat overkomt. Ik wil gewoon dat overkomt dat wij er voor ze zijn. En ik wil ook dat overkomt. Wat kom je hier doen? Maar de politie is racistisch. Ga met hun praten.
Dat gaan ze roepen. Als er klachten zijn, ja. Nou, dan zal ik antwoorden. Als er klachten zijn, dan gaan wij naar de politie en dan zullen we precies... Wat naar klachten, man? Ze slaan me op mijn bek. Ik kom nergens binnen. Wat wil jij nou met klachten? Ook dat... Ga met hun praten. Waarom moet je met ons praten? Waarom moet jij met ons praten? Ik zou zeker ook met hun praten. Als blijkt dat hier iets onoorbaars aan de hand is, zal ik zeker... Wat onoorbaar? Jij trekt van mijn oor. Hoezo onoorbaar? Wordt altijd aan mijn oor getrokken door die agent. Geen moeilijke woorden gebruiken, Als ze iets... Ze zijn 18. Ja, ja. Maar gewoon zesde klas lagere schoolniveau. Gewoon simpel, van de straat. Ja, probeer maar. Doe het goed. Ja, kom maar. Begin maar. Ja, doe maar. Het gaat hartstikke goed. Wat vind jij van je eigen mensen? Het is tuig, maar dat maakt niet uit. Ga maar, kom. Ik voel een soort van haat en ik voel een soort van weerzin vanuit jouw kant die jij aan mij probeert op te plakken. En ik krijg dat niet echt voor elkaar. Ik denk, wil je erover praten? Heb jij een probleem met je eigen... Met je eigen mensen. Dat is totaal niet relevant. De vraag is, heeft deze stad een probleem met deze eigen mensen? Hoezo zijn ze mijn eigen mensen? Ik ken de mensen niet. Denkt u dat alle Marokkanen familie zijn van elkaar of zo? Ik ken ze niet. De vraag is, heeft deze stad een probleem? Ik zeg ja. Ik zie toch een heel interessant verschijnsel. Dat ieder mens dat zich weet te ontworstelen aan het milieu waar die uitkomt... onmiddellijk begint te schijten op dat milieu. En dat is een probleem van deze samenleving. Ja, vergeef mij de uitdrukking die ik gebruik. Ja, nee, ik vergeef u alles. Maar het probleem is, kijk, schijten op is een interpretatie. Wat ze nodig hebben is discipline en tucht. En een duidelijke communicatie. Geen wollig verhaal. Dus, zullen we de toespraak verder oefenen? Dat lijkt me een stuk nuttiger dan hier allerlei psychologische wetenswaardigheden uit te wisselen. Hoewel dat natuurlijk interessant is, want we zitten helemaal in praatcultuur in Nederland. Oké. Dus wat komt u hier eigenlijk doen, man? Gewoon een beetje verhaal vertellen of zo. Hey, Ahmed, ik bel je zo. Dat is ook zo, hè? Ja, sorry. Ik vind het leuk om te spelen. Maar je moet er rekening mee houden dat je meteen aangeeft mobieltjes uit. Ja? Oké. Okay. Ja, begin maar. Ik kan het niet. Ja, sorry. Kijk, als u deze verantwoordelijkheid niet aankunt, moet u wel zich afvragen of u burgemeester wilt zijn in een stad met een grote, jonge, allochtone bevolking. Ik vind dat u de Nederlandse praatcultuur heel goed heeft overgenomen. Ja? En ik begrijp niet waar u het over heeft. God, krijgen we dit. Blame the messenger. Punt is wel dat ik als burgemeester... Ik ga daar niet staan en ik ga daar niet haat lopen verkondigen. Ik ga daar niet tucht en tucht en discipline. Hou op, ik ga daar staan. Waarom moet ik mijzelf opgeven? Waarom moet ik wat ik ben opgeven? Omdat dat blijkbaar meer effect sorteert. Nee, ik weiger. Ik blijf beleefd en ik blijf in het midden staan. Ja. En ik blijf over dingen nadenken. Ja. En ik ga niet mee in al die Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet. Dus we kunnen nu aan die speech gaan werken en we gaan dat beleefd doen en we gaan dat gecontroleerd doen. U kunt van mij niet verlangen dat ik een ander mens word dan ik ben. Ik vind dat ik het recht heb om te zijn wie ik ben. En daar sta ik voor en daar ben ik trots op en ik zal het blijven doen. Dit is mooi. Deze energie wil ik. Goed, oké, dat gaan we nu doen. Ik blijf dit. En jullie doen nu wat ik zeg en dit gebeurt niet in mijn stad. Die energie. Oké, kom aan. Nee. Je was zo goed op dreef. Nee, ik wil redelijk met jullie praten. Ik wil niet schreeuwen. Ik wil redelijk praten en ik wil dat jullie ze gaat problemen... janken, man. Ze gaat janken, man. Je wordt weggelachen. Ze luisteren niet. Ze is een wijf als burgemeester, man. Ga aardappels koken, Ben. Dat is wat je te horen krijgt. Wil je dat? Oké, tot hier. Zullen we... Ja. Leopold. Je bent een brave huisvader uit Zwolle. Ja. Maar één keer in de maand spring je uit de band. Dan ga je naar een darkroom. En ook vanavond ben je weer gegaan. En na een uur van puur genot loop je die darkroom uit. Je kijkt om. En je ziet dat Egbert-Jan
ook uit die darkroom komt. Egbert Jan is je zoon. Mag ik weigeren? Is dit voor vunzige? Shit. Nou, dat was het. Ja, dat is heel gek. Ik kom niemand tegen. Nee. Zullen we... Ja. Ja? Ja. 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 De enige behoefte die ik heb op dit moment... is afwachten of er nog meer mannen, zodat ik zeker weet dat de kans bestaat dat niet. Hoe lang doe je dit al? 3,5 jaar. Dat is voor mij de eerste keer. Zo vaak geprobeerd. Zo vaak geprobeerd. Met je te spreken, met je af te spreken, dingen met je te doen. Je ontwijkt me elke keer. Je zei niks tegen me. Ik moest alles van mama horen. Waarom doe je nou zo zielig? Het was een wanhoopsdaad. Absoluut een wanhoopsdaad. Hm? Het is verlangen naar contact. Ik ruik je luchtje. Ik heb dat de hele tijd binnen, heb ik dat luchtje geroken. Ik gedacht, hé, dat luchtje heeft mijn papa ook. Maar je was er van begin tot en met het eind, papa. Dus waarom doe je nou zo zielig? Het was zo donker, ik zocht je nou. Moet ik nou als jouw zoon volwassenen gaan doen dan, hè? Hou je van mij? Heb je respect voor mij? Ik ben hier voor jou, jongen. Je bent groot geworden. Grote vent. Nee. Wat? Nee. Blijf hem af. Moeilijk, hè? Ja. Maar weet je het zeker dat je niet tegen mij liegt over dat je dit de eerste keer doet, dat je dit de hele avond was, dat je dit voor mij doet? Weet je dat zeker? Ik doe het niet voor jou, ik doe het voor mezelf. Natuurlijk doe ik het voor mezelf. Nou dan zijn we toch uitgepraat. Jawel, maar ik doe het niet om de reden waarom jij denkt dat ik het doe. Ik doe het om andere redenen. Ik doe het om te weten wie je bent. Ik doe het om hier met jou een gesprek te hebben. Ik doe het omdat jij tegen mij zegt, papa, ik ben homo. Fuck it. Papa, ik ben homo. Ja. Fuck it. Nu, waarom nu? Waarom godverdomme nu? Waarom niet die afgelopen 3 jaar? Ach, je wist toch... Waarom zit je elke dag tegenover me? Zeg je geen woord? Nooit, nooit, nooit zeg je dat je homo bent. Nooit! Je ontwijkt me in alles wat je doet, je ontwijkt me. Je vlucht van me. Met mama praat je met mij niet. Ik moet weer godverdomme hier komen om het te horen. En nu doe je, papa, ik ben homo. Papa, ik ben homo, ja. Alsof het niks is. Je hebt me mijn hele jeugd gezien.
Ik bedoel, ik kan het ook op mijn voorhoofd schrijven, maar waarom moet ik alles uitleggen? Papa, ik ben homo. Ja. Maar volgens mij ben jij dat ook en altijd al geweest. Dus waarom ga je zielig lopen doen? Het is gewoon niet waar. Mag ik één ding aan jou vragen dan, papa? Hetero, papa? Wat deed jij nou de hele avond in dat donkere hol? Hm? Is je broertje ook homo? Oké, tot hier. Wat doet u nu? Heeft u condooms meegenomen? Ja. Carly. Jij bent directrice van een groot, goedlopend, modern bedrijf. En je hebt een e-mail onderschept van een van je ondergeschikten, die wel op een hele bijzondere manier over jou gaat. Leopold, jij bent die ondergeschikte. Ja? Wacht even, Je moet nog even naar de wc. Nee. Ik dacht, dit is jouw informatie, dus ik heb niet echt goed geluisterd. Je hebt een e-mail onderschept. Ik ga graag naar de pistool de vloer. Dit is de e-mail die je onderschept, is uitgepikt. Oh, dat hoef ik niet te bedenken. Nee, hoef jij niet te bedenken. Ik denk dat jij hoeft eigenlijk niks te bedenken, Leopold. Oké, nee, ja? Ik zie dat aan haar. Ja? God, waar moet ik dan beginnen? Zullen we beginnen? We kunnen het uitstellen, maar we kunnen ook gewoon beginnen. We kunnen ook gewoon beginnen, ja. Ik ga morgenochtend... Nee, morgenochtend zit ik om 9:30 alweer op weg naar Lissabon. Ja. Ja, geef ze daar gewoon, ja. We kijken ernaar. Ik ben vrijdag weer terug. Ja. Heel goed. Ja, prima. Goed. Dag. Klinkt misschien heel raar, maar ik moet even naar de wc. Dat kan je zo doen hoor, ik ben in 5 minuten klaar. Het is een heel klein dingetje wat mij onder ogen is gekomen. Ik zal het even voorlezen. Een topvrouw op onze burelen komt klaar op mijn interne mailen. En als ik haar vul, mijn 1 in haar 0, spuit ik mijn zaad zo digitaal haar keel in. Ja. Die laatste zin die rijmt niet. Nee. Op dat moment werd er over mijn schouder heen gekeken en ik moest het afmaken. Je moest het afbreken. Ja. Vandaar. En dit was jouw Sinterklaas bijdrage aan jouw baas. Ja, zeg, kijk, je begrijpt natuurlijk dat ik je gewoon ter verantwoording moet roepen. Dit kan ik niet accepteren. En het spijt me, maar we zullen uw contract niet verlengen. U wordt er opgewonden van. Ik geloof echt niet wat ik hoor. Hoort u wat ik zeg? U bent ontslagen, meneer. U bent ontslagen. Het is niet zo. Ik kan uw humor niet waarderen. Het is geen humor. Het is een verlangen. Wordt u onzeker van mijn aanwezigheid? Nee, maar ik heb natuurlijk gewoon wel een bepaalde rol die ik moet vervullen. Dat doet u heel goed. Maar daarnaast bent u ook een vrouw. Ja. En dat zien heel weinig mensen. Ik heb gehoord dat u gescheiden bent. Kort nadat u deze topfunctie heeft geaccepteerd. En Nou, ik reis nu heel veel. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ja. U vliegt natuurlijk de hele wereld over. Maar heeft u ook enig idee waar u bent? Wie u bent? Wat u doet? Waar uw verlangens liggen? Waarom heeft u mij in de tijd aangenomen? U leek me een hele leuke man. Ik vond dat u goed uit uw woorden kwam op dat moment. Ik vond wat u geschreven had, vond ik uitstekend to the point geformuleerd. Het is ook natuurlijk een banaal stukje tekst, maar ik denk dat u daar behoefte aan heeft. Nee, ik heb denk ik geen behoefte aan uw enge aanwezigheid. Nee. Zou u uw bovenste knoopje willen losmaken? Nee. Nee? Nee.
U wil het maar wel, maar u vindt dat u het niet mag. Ik denk dat ik de bewaking ga bellen. Hij doet het niet. Komt u maar. Ja, kan je iemand naar boven sturen bij mij? Nu meteen. Nu meteen, ja. Komt u maar. Er komt nu dus bewaking aan. En de telefoon staat aan. Ze kunnen alles horen. Ik denk dat weinig mensen... Wat doet u nu? Heeft u condooms meegenomen? Ja. Wat doet u nu? U komt bij een kantoor binnen met een pakje condooms? Ja, twee condooms. Wat haalt u? Doe jij hem erom of ik? Leg hem maar op tafel dan. Dan kan ik het zien. Leg hem maar op tafel. Kijk van afstand. Nee, niet dat. Oh. Ja? Goed. Klok. Ze komen niet. Weet u waarom ze niet komen? Omdat zij weten waarom ik hier ben. Het hele bedrijf staat erachter. Eigenlijk ben ik een verjaardagscadeau. Van iedereen? Gun jezelf een pleziertje, kom op. Je mist een man als ik. Kom bij me. Kom bij me. Je doet jezelf tekort. Kom bij me. Kijk naar me. Kom bij me. Goed, dan niet. Nee, wacht even. Meisje, je hebt het zo ver geschopt en het simpelste kun je niet krijgen. Jammer. Tenzij u nu zegt, oké, ik doe het hier op deze tafel. Maar dat kan toch niet? Ik ben de baas. Ik ben de baas. U bent ook een vrouw. Nee, maar ik ben de baas. Ik ben vooral de baas. Nee, u bent een mens. U bent een vrouw. Wees niet alleen bezig met het klimmen op de ladder. Wees gewoon ook een mens. Wees een vrouw. Wees een kut. Zo simpel is het. U zit alleen maar in uw hoofd. U denkt, u redeneert, u praat, maar u vergeet de onderkant. Ik geef u nog één kans. Ik weet niet wat ik hier moet zeggen, ja. Ik geef u nog één kans. Kom. Laat ik er eens goed naar kijken. U heeft mij wel getroffen. U heeft mij erg getroffen. Maar het is wel een hele negatief treffen geweest, want... U blijft praten. U blijft in uw hoofd. Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het niet opwindend. Oh, ik wou net zeggen. Ik vind het niet opwindend. Kom op dan! Kom je aan die vuiligheid? Ja, vreselijk. Vreselijk smerig. Gijs, Saskia. Jullie zijn gelukkig getrouwd. Jullie hebben twee zoons van 10 en 12 jaar. Gijs, jij bent op zakenreis geweest. En Saskia, jij vindt in de bagage van Gijs, die je aan het uitpakken bent, een stapeltje behoorlijke pittige kinderporno. Mannen die van alles doen met wel hele jonge jongens. Gijs komt thuis. Ja? Oké. Yes. Ik kom thuis, hè? Ja. Hey.
zit? Oh, god, je hebt natuurlijk die vreselijke... Nee. Ja. Nee, nee. Wat denk jij nu? Jezus, je kent me toch, hé. Kom op, man. Je weet dat ik je koffer openmaak. Je weet dat ik het altijd uitpak. Dat ik je was doe. Nee, maar daarom zie je nou. Ik bedoel, daarom. Dan, als ik dat wou verstoppen, dan doe ik dat niet in mijn koffer, zeg. Hoe kom je aan die vuiligheid? Ja, vreselijk. Vreselijk smerig. Nee, het is... hoe heet die vragen? Ah. Nou ja, hij had dat gekocht. En ik zei, jongen, dat kan niet als je dat mee naar huis neemt. Dus doe je dat maar eventjes bij mij? Nee, helemaal niet. Hij zei, ik zei, je moet het weggooien. Ik wil überhaupt niet naast je zitten als je dat... Hoe haal je het in je hoofd om het dan in je koffer te stoppen? Ho, laat me nou even uitpraten. Om een vliegreis te maken, om hier gewoon binnen te komen, in mijn huis neer te leggen. Laat me nou even uitpraten, je begrijpt er helemaal niks van. Ik zeg, je moet dit niet meenemen, ik wil het gewoon niet. Gewoon, we zijn op zakenreis, man. Stel je voor dat er... Dat ons bedrijf... Als je gaat babbelen... Ik babbel niet! Je babbelt! Vraag heeft het stiekem in mijn koffer gestopt. Hij heeft het in mijn koffer gestopt, zonder dat ik het wist. En toen hier in Schiphol heeft hij gezegd... Dat en dat heb ik gedaan, ik wou het thuis hebben, maar gooi het alsjeblieft weg. Ik heb hem zo verrot gescholden. Ik zeg, ik ga het weggooien, ik wil hier niks mee te maken. En dan ben je zo ongelooflijk lomp om te vergeten... om dat nu uit je koffer te halen en te weten dat ik die koffer openmaak. Nou, dat bewijst toch alleen maar mijn onschuld, schatje? Nou, dat, schat... Dat ik hierover twijfel, zegt toch al genoeg? Ik heb gewoon de hele middag gedacht, ik weet eigenlijk helemaal niet wie jij bent. Dat is wel de fucking limit. Ja, dat is de fucking limit, ja. Je hebt twee zoons. Er zitten echt... Ik voel me nu nog misselijk van wat ik gezien heb. Hoe haal je het in je kop om het aan te raken, om het in je koffer te stoppen, om het er niet meteen uit te halen als je hoort dat het in je koffer zit? Je denkt niet na over wat ik kan voelen. Ik vind het schokkend. Ja, ik vind het ook schokkend. Ik vind je reactie buiten proportie. Ach man, dat gaat niet babbel altijd van jou. Enige intelligentie. Nee, je moet eens een keer voor mij invoelen. Kan jij nog invoelen? Heb je nog empathie? Ja, maar ik begrijp het niet. Je kent me toch? Ja, hoe lang zijn we samen? Wat is er met onze kinderen? Ik weet gewoon niet waar je naartoe wil. Waar jouw seksdrive zit. Ik weet gewoon niet meer wat jij van mij wil. En je wil zo weinig en dan vind ik dit. Ik weet gewoon niet. Ik ken jou gewoon niet meer. Dat ik dit kan denken over jou. Ik geloof je nog steeds niet. Ik bedoel, het is nog steeds voor mij niet duidelijk dat het niet zo is. Verhagen. Ik wist niet eens dat je met Verhagen op reis was. Het is wel voor mij. Het is wel voor mij. Nee. Ja. Godverdomme. Jezus Christus, waar ben jij mee bezig? Ach, kom op. Trek me af bij kinderporno, is dat nou zo erg? We hebben twee zoons! Ja, nou in. Wat heeft dat er nou mee te maken? Die zijn 10 en 12, deze zijn jonger. Denk je nou ooit dat ik zo aan zoiets denk bij mijn eigen zoons? Je bent er niet gestoord. Zulke dingen kunnen gebeuren. Zulke nee, die dingen gebeuren kunnen niet. Gebeuren het is in met de fantasie. Onze zoons. Het is alleen maar in de fantasie. Je hebt vrouwen die dromen van... Dat is geen fantasie, dat zijn foto's! Ja. Dat heb je toch gezien? Die helpen me daarbij. Wat denk je dat er met die jongens gebeurt? Waar die jongens vandaan komen? Die hebben ook ouders. Ach, dat is allemaal Oost-Europees gedoe, jongen. Ik kan hier... Ik vind dit is iets wat anders. Nee, dit is nee, maar me zo eens even, wacht te even, ver. Kijk, ik kan niet eens met jou in één kamer zijn nu. Het is net zoals met eten. Het is net ik wil het niet dat je het me uit gaat leggen. Ik wil dat Jawel. Je weggaat. Ik wil je hebt, dat je je koffer pakt. Je eet pakt gewoon. Je en eet je... gewoon. En Ach, af en toe man, heb je zin hou. In iets. Hier. Heb je zin hier, in Japans eten hier, of zo? Hier. Ik hoef het niet te zien. Ik ken het. Ga weg. Maar het wil niet zeggen dat je Ga elke weg. Dag de hele tijd zin hebt in Jezus, Japans. Jezus, wat zit er allemaal nog bij, jongen? Wat heb je allemaal bij je? Wat voor reis was dit? Hoe lang doe je dit al? Hoe lang ben je hier al mee bezig? Dit is de derde keer dat ik...
Godsamme, en ondertussen ben je nog bij mij? Maar je merkt er toch niks van? Vergeet het, kom op nou. Iedereen heeft geheimen. Dit is mijn geheim. Voor de rest niks. Gewoon eens in de 3 jaar heb ik zoiets. Dan moet het even. Dan moet het even. Hoe jong zijn die kinderen? Dat doet het toch helemaal niet. Waar maak je nou druk om? Dat zijn gewoon... Je bent vader van 2 van die jongens. Ik betaal ze goed, man. Voor hun is één... Ben jij ooit aan Jasper of Tim? Maar ga toch weg. Ooit aan Als Jasper iemand aan mijn kinderen komt, maak ik ze af, ja? Als iemand aan mijn kinderen komt, ik maak ze af. Ik maak ze ook af. Oké, samen. Ga zitten. Nee, ik zat... Hou je mond en ga zitten. Ik ruim dit uit. Hou je mond en ga zitten. Ik ruim dit uit. Hou. Maar oké. Denk je dat het voor mij leuk is? Je bent zo hard. Wat wil je dat ik doe? Nee, je hoeft niks te doen, maar je bent zo... Je veroordeelt mij zo makkelijk. Altijd sta je klaar met je mening en... Je weet alles zo goed, nooit twijfel je. Het is altijd dang, dang, dang. Ik vind het zo moeilijk. Het is zo moeilijk om mezelf te zijn bij jou. Om een zwakke kant te laten zien. Want altijd sta je klaar met dat mes om erop in te hakken. Het is zo moeilijk om met jou te leven en om dit soort dingen te delen. Dat vind ik heel moeilijk. Anders had ik je al wel veel eerder verteld. Hoe denk je dat het is om met zo'n geheim te zitten en dat niet te kunnen delen met degene van wie je houdt? Ik wil dat je weggaat. Ik wil scheiden en ik wil dat je bij ons... Je mag onze zoons nooit meer zien. Zo duidelijk ben ik. Ik ben van hak, hak, hak. Nou, zal je het eens even merken. Het is klaar. Het is over. Ik maak gehakt van je. Ja. Als je dat doet, ik maak gehakt van je. Kom maar op. Jongen, ik sta echt, het recht staat zo aan mijn kant. Oh, jongen. Moet je kijken jongen. Hoe je weer hop, hop, hop. Oh, moet en nu is je verdriet opeens weg. Oh, ik mijn zoons nooit meer zien. Mannetje. Ik maak gehakt van ja, maar, als je. Ja, kom maar op, weet. Doe maar. Ik laat je vermoorden jongen, door de eerste is... beste huurling, weet je dat? Hier. Als jij ervoor zorgt dat ik mijn zoons ik heb het bewijs. Nooit... Ik heb het bewijs, jongen. Doe maar, ga mij gehakt maken van mij. Wat wil je doen? Die zoons, die zie jij nooit meer. Afgelopen, uit. Ga maar lekker op een flatje wonen. Hè? Het is klaar. Waar is je verdriet nu? Hm? Ik heb je altijd een kutwijf gevonden. Ja. Laat het maar. Als jij dat gebruikt... Pak jij je koffer als jij even? Dat als jij dat gebruikt, meisje... Ja. Goh, moet jij eens opletten. Had je eerder over na moeten denken, 8 jaar geleden in Berlijn. Zo lang al, terwijl ik met jou in bed lig, viezerik. Doe maar, pak je koffer maar. Ja, graag. Het is afgelopen. Ja, het is helemaal afgelopen. Ja, het is ongelooflijk afgelopen. Helemaal. Jij gaat je zoons nooit meer zien. Besef je dat? Besef je wat je gedaan hebt? Heb je door wat voor viezerik je bent? Ja, neem vooral allemaal mee. Je zal het heel hard nodig hebben. Oh, wat zal jij je eenzaam voelen. Hier. Dicht. En oprotten. Wegwezen. Ga maar eens een baan gaan zoeken als ik jou was. Je krijgt geen cent, weet je dat? Ga maar dweilen ergens. Ja, ga maar dweilen ergens. Als je nou nog iets kon, maar je kan ook helemaal niks. Oké, hier. Absoluut als iemand die heel goed tegen een grap kan. Ja. Maar dit is toch gewoon helemaal daarnaast, man. Ja. Huub, jouw droom wordt werkelijkheid. Het is niet waar. Je bent Prins Carnaval dit jaar. Ik had het kunnen weten. Ja, ja. Alleen het noodlot heeft toegeslagen. Je komt net van de dokter vandaan en die heeft jou verboden om nog een druppel te drinken. Op straffen des doods. Alcohol is funest voor je. Ja. Met dit nieuws ga je naar je voorzitter, Peter. En jullie staan aan de vooravond van carnaval. Los dit probleem erop. Jezus Christus. Prins Carnaval, de
Ik ben echt gevraagd, hè? Ja, je bent gevraagd, maar het is je droom, hè? Ja. Je droogt hier al 20 jaar van. Ja, ja, ja. Je was steeds twee. Het is, ja. Het is waar, het is waar. Ja. Waar zijn we? Zijn we bij de voorzitter thuis? Ja, bij de voorzitter thuis. Oh, bij de voorzitter thuis. Het verenigingsgebouwtje. Ja. Huh? Oh, dan is ongeveer wel. Ja, dit is in de kastel. Ja, ja. Oké. Iedereen komt hier naartoe. Ja. Stappen allemaal in. Ja. Goed gemutst. Kostuum goed. Ja. Past goed. Ja. 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 Ik ook. Ik moet je even iets zeggen. Nee, luister. Ik kom volgend jaar of het jaar erop aan de beurt. Dat moet je gewoon ten volle. Nee. Wacht even. Lees dit maar. En hem vijf jaar te laat. Ik heb het je toen gezegd, ik had in 99. Toen was ik kandidaat en toen heb je Bert genomen. En toen had ik het moeten worden. En dan kan het niet meer. En hoe lang heb je nog dan? Het kan een maand zijn. Drie? Man. Ja, had je geen pijn? Had niks, je niks gevoeld. Helemaal niks. Heeft dit wel goed? Is dit voor jou? Ja, er staat niks bij. Er staat geen stempel op. Nee, natuurlijk niet. Het is voor mij. Geen medicijn, niks. Hij heeft het voor mij opgeschreven, man. Ik zei, schrijf het maar op. Want ik krijg het mijn bek niet uit. Maar dit is toch geen doktersbrief, man? De lever is kapot, dokter Gerritsen. Het is niet waar. Het is niet waar. Johan, bel. Je wordt... Bel dokter Gerritsen en... Je hoort het. Bel hem maar. Tenzij, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Dat is te cynisch. Als, nee, dat godverdomme, ga weg, man. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, je bent erin getrapt. Helemaal, hè? Dat is niet waar. Helemaal, hè? Ja. Nee, maar wacht even. Ja, nee, dat is nee. Niet... ja. Nou, kom dan. Want zij die gaan zitten, ik heb slecht nieuws voor je. Ik kan dit, dus wat mij betreft is het klaar. Nee, grapje. Dit kan niet. Grapje. Nee, dit accepteer ik niet. Gerecht. Nee, maar... Raak me niet aan. Want ik ben echt in staat om te slaan. Ik ben ongelooflijk vreemd. Dit kan echt helemaal... Ik bedoel, carnaval of niet. Luim, lachen, alles goed. Maar dit gaat kilometers te ver. Nee, je bent een prins. Hey, kom op. Ik ben de prins. Ik ben nu niet meer de prins. Nee, dat kan niet. Ik ben prins af. Dat accepteer ik niet. Nee, dat accepteer ik niet. Ja, dat okay, moet je... Sorry. Ik ga hier meer naar de pers, man. Ik dacht een grapje. Wat nou een grapje? Ja, we hebben overlegd. Gerritsen vond het leuk. Ik zit in godverdomme voor je te huilen. Jongens, laat je nou even zien. Ze staan hier. Een grapje. Ze staan hier. Het is... Jongens. Godverdomme. Het is compleet onacceptabel. Ja, ik vind het ook, eigenlijk. Nee, echt waar. Nee, maar ik geloof dat het enigszins... Jullie kennen mij absoluut als iemand die heel goed tegen een grap kan. Ja. Maar dit is toch gewoon helemaal daarnaast, man. Ah, ja. Helemaal. Ja, kom op. Ja, kom op. Sorry. Als sorry, als een keer het geval is, drinken we hem af. En dat kan weer. Kom op. Kom op, man. Hé.
we weten toch allemaal hoeveel het voor je betekent. Maar even, gewoon even laten voelen wat, hoe bijzonder het toch is. Hè? Mijn leven en welzijn. Wij moeten ook weten dat je het echt wil. Wil. Ja. Als waar. En wacht. Ja, omdat je er zo ingetrapt bent. Nee, gewoon ingestonken. Ja. Daar voel jij je nou zuur over. Ja, dat is eigenlijk... Omdat maar man, hou dat toch op, rare Brabant. Ik bedoel, je gaat over leven en dood, man. Ja, maar ben je maak je toch geen grappen over? Blij nu. En het je gaat... bent toch blij nu? Ja, ik ben blij nu. Dat nu blijkt dat jullie mij in de zeik hebben genomen. Ja, maar, je hebt nog jaren te leven. Ja, maar je bent zo gezond als mijn Het gaat ook een beetje over gevoel voor humor. Ja, dat is humor, hè? Ik wil met jullie gewoon helemaal niks meer te maken hebben, weet je dat? Het is origineel. Ik ben gewoon helemaal klaar. Nee, kom op. Ja, echt, ik ben helemaal klaar. Weet je gewoon een andere prins. We hebben er zo een. Neem die Brabander maar. Zoek maar gewoon een andere prins. Oké. Ik ben klaar met jullie. Je had toch gelijk. We moeten zijn vrouw bellen, want die weet van niks, man. We moeten zijn vrouw bellen. Hey, dat zou jij toch zeggen, Thea? Haal dan even terug. Ja, maar dat wel. Je trapt er dan wel gewoon. Tada! Ja, maar dat vind ik geen geintje meer, hè? Kijk, dat is... Maar ik dacht gelijk dat ik Prins Carnaval zou zijn. Nee. Maar wacht, jongens. Hier zit hij. Laten we eerst de route even doen dan. Dus. Oké, tot hier. Al die kleine puntjes samen zijn nu geculmineerd, zoals ik net zei, in deze... Kilt. Huub, Pierre, jullie werken allebei op een chique bank. Pierre, jij bent daar de baas. En je hebt gisteren een vrouw ontslagen die weigerde haar hoofddoek af te doen op haar werk. Huub, jij bent daar zo furieus over dat je vandaag in een Schotse kilt op je werk bent verschenen. Je hebt een functie waarin je veel contact met de klant hebt. Ja? Ja. Hier hangt hij. Ah, daar hangt hij. Netjes. Dus dit kan je er ook nog mee aan. Het schijnt er wel uit te worden. Heb je die straks nodig, ook deze? Ja, die is straks. Ja. Oh, hier. Ja. Tasje erbij? Ja. Tasje erbij, dat lijkt me het minste. Ik heet vanaf vandaag James McFadden en ik kom uit Kilmarnock. Ja. Zelf naar gemaakt, hè? Zelf naar gemaakt. Zeg maar een keer. Zelf naar gemaakt. Wat is zo'n grapje over? Dit is mijn protest voor het ontslag gisteren van Nesmier. Voor Nesmier? Van de hoofddoekjes? Vanwege het feit dat jij Nesmier eruit hebt gegooid, ben ik vanaf heden James McFadden uit Kilmarnock. Goed. Nou, laat de klanten maar komen. Ja, Harry, dit kan echt niet. Het spijt me verschrikkelijk. Je gaat maar naar huis. Je kleedt je om, je komt terug en ik wil daar nog wel eens over praten. Maar dit is een belachelijk protest. Het staart je ook niet. Ik wil gewoon even een statement, een punt, snap je? Ik ben al veel langer zat. Het zit me eigenlijk al jaren tot hier. En dat zijn allemaal van die kleine puntjes en uiteindelijk... En heb jij... En al die kleine puntjes, laat me even uit, al die kleine puntjes samen zijn nu geculmineerd, zoals ik net zei, in deze... Kilt. Ja, je zal het wel cold hebben, maar nee. Het is een kilt. Ik heb het helemaal maar niet cold. Luister eens even. Harry, je gaat die kilt daar doen. Jij komt terug. Zoals je er gisteren ook was. McFadden. Ja, mevrouw. Ik ben uw nieuwe account manager. Mag ik even? From Scotland. Ja, mag ik heel even? Dit is mevrouw de Graaf. Ja, dat weet ik. Dit is mevrouw de Graaf. Onmiddellijk hier met mevrouw de Graaf. Dag, mevrouw de Graaf. Hoe is het? Nee, het is alleen een verandering. James Mc... Of Harry? Die doet het niet, maar ik doe het. Ja. Goed. Ik bel u zo even terug. Mevrouw de Graaf.
Ik doe het, Harry. Je kunt twee dingen doen, jongen. Je kunt of nu je gaan omkleden en keurig terugkomen en met mij eventueel praten over dat ontslag en wat jij daar zo vreselijk aan vindt. Je hebt iets tegen buitenlanders. Geef het gewoon toe. Jij had al angst voor iemand uit een andere provincie. Echt waar. Al iemand uit Limburg was bij jou eigenlijk al op het randje. Ja, dat is omdat ik ze niet kan verstaan. En omdat je ze gewoon niet gelooft. Wie niet? En Limburger, die geloofde niet op het moment dat iemand heeft. Wat had u gedacht? Van nog 100.000 gulden lenen? Dat gelooft geen mens. Ik wil het niet hebben aan de top. Er zijn ook Limburgers die praten gewoon zo, ja? Ja, precies. Praat niet met zo'n lachen, met zo'n boek. Oh nee? Nee. Oh nee? Ik geloof je zeker, want die zeggen gewoon, wilt u 100.000 gulden lenen, mevrouw de Graaf? Nou, dat is helemaal geen punt. Nee, als mevrouw de Graaf ook zo praat, ja, nou, dat is geen punt. Maar dat doet ze toch? Luister dan! Wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik aan doe? Het is policy van de bank. Luister. Net als op scholen dat er geen hoofddoeken worden gedragen. Dit heeft niets met godsdienst te maken, dat is godsdienst. Mag ik even? Nazmiye staat buiten. Ja. Die heb ik namelijk gebeld. Ik wil wel met haar praten, maar jij gaat het ding uit. Oké. Nu uit. Oké. Hoe is de volgorde? Ik doe eerst het ding haar. Uit. Eerst haar. Ik pik hem wel op daar. Oké. Nazmiye? Oké, tot ziens. Straks bij de NPS Noordzee.